Ja, we staan bij de presentatie van de Tour de France, het parcours. Wat vind je er nou van? Apart, ja. Afwijkend. Zeker niet minder zwaar of minder lastig, maar ik denk dat er iets anders gevraagd wordt dan andere jaren. We hebben minder tijd het kilometers, minder hoge bergen, minder etappes in de Pyreneeën. Maar ja, goed, nog steeds 28 beklimmingen, net zoveel kilometer. Dus het blijft natuurlijk een super zware wedstrijd, maar ik denk het is wel het is anders dan andere jaren. Ja. Heb je Dylan nog geappt, Dylan Groenewegen? Nee, want ik heb geen bereik. Dus, Nee, maar ik kan me voorstellen dat hij kijkt naar deze presentatie en denkt, potverdorie, wanneer moet ik gaan sprinten dan? Ja, nou goed, maar ik denk, sowieso is het, er zitten 9 vlakke etappes bij. Weet je, zijn dat massasprints of niet? Waarschijnlijk niet. Maar goed, als daar 4-5 echte sprintkansen in zitten met een redelijk makkelijke rit en vlakke finale, dan kan dat nog steeds een prima sprintetappe zijn voor Dylan. Dus een grote ronde zijn altijd massasprints. Dus goed. Het is ook wel erg vroeg om te zeggen natuurlijk, maar vorig jaar koos je voor die tweedeling. Deels op Kruiswijk natuurlijk en ander deel op Dylan Groenewegen. Ja. Zet dat je nu aan het denken, nu je dit gezien hebt? Maar goed, daar zijn we sowieso over aan het nadenken. Ja. Dus er zijn heel veel opties. We hebben 3 grote rondes. De Olympische Spelen is wel of geen sprinter. Hoe dan ook zal het zo zijn dat over een jaar alle onze kopmannen zo goed mogelijk worden ingezet. Waar onze kansen zo groot mogelijk zijn. En, de Tour is belangrijk, maar een seizoen is lang. En er zijn heel veel mooie grote wedstrijden. Dus iedereen komt volledig aan zijn trek, hoor. Ja, dan heb je met Kruiswijk, Roglic en Dumoulin 3 mensen die fantastisch kunnen tijdrijden. Dan komen ze met zo'n parcours aan, met alleen op La Planche de Bavie een klimtijdrit. Wat vind je daar nou van? Nou ja, goed. Ik denk wel dat een tijdrit is waar hele grote verschillen zullen zijn. Want het is 36 kilometer, waarvan de laatste 7 bergop. Maar ook niet een super lastige beklimming. Dus ik denk dat dat... vooral de klimmers niet blij zijn geworden toen ze dat zagen. Dus dat ligt sowieso, is dat in ons voordeel. Had nog wel een tijd dit bijgemogen. Ja. Bij wie past dit parcours nou binnen jullie team? Ik denk bij alle 3. Dus ik zou niet zo in eerste instantie zeggen dat het bij iemand heel goed past of bij de ander niet. Ik vind dat... Als ik dit parcours zie, dan is er volgens een type zoals Alaphilippe. Ja. Daarvan denk ik wel dat hij hier heel blij van is geworden. Ja. Ja, en dan zeggen wij als media natuurlijk, weinig tijdritkilometers. Dat is niet gunstig voor Dumoulin. En wat zeg jij dan? Ja. Nou ja, dat ben ik ook wel deels eens. Want hij en Primoz munten uit in tijdritten. Dus ik denk zeker dat dat niet in hun voordeel is. Maar zij hebben zich ook ontwikkeld op hele andere terreinen. Dus zij kunnen ook op zo'n parcours excelleren.